De gemeente Renkum heeft nieuwe plannen als het gaat om kunst en cultuur. In meerdere bijeenkomsten is geprobeerd om inwoners en mensen uit de sector erbij te betrekken. Maar wat weten de mensen eigenlijk van de nieuwe cultuurvisie? Nou, ik weet niks van die visie af. Nee, heb ik echt geen idee van. Wat vind jij van die visie? Sorry, wat is een cultuurvisie? Voor bewoners is het dus niet duidelijk wat er staat te gebeuren. Gelukkig weet wethouder Danielle van Bentum er wel meer van. Het heet verhalen verbinden. En daar willen we mee zeggen is dat er een heleboel mooie verhalen hier van oudsher al zijn. Hè, op het gebied van erfgoed, airborne en kunst. En dat we dat eigenlijk willen vertellen aan onze inwoners en onze toeristen. Maar ook zeg maar al de verbinding maken met de nieuwe generatie. Het is niet de eerste keer dat de gemeente probeert om de culturele sector een handje te helpen. Beeldend kunstenaar Wout Herfkens was betrokken bij de vorige plannen van de gemeente. Die vorige nota, waar ik toen ook wel met kunstenaars mee bezig ben geweest om daar invloed op uit te oefenen. En toen zijn we politieke partijen afgegaan. Ja, die nota was heel ambitieus, maar wat er praktisch van terecht is gekomen. Ik heb het niet heel erg gemerkt. Volgens deze kunstenaar is de extra aandacht voor de sector dus wel op zijn plaats. Maar valt er niet al genoeg te beleven in de omgeving? Volgens mij dat festival in het park op Hartenstein. Maar niet zozeer dat je het heel veel terugziet door het hele jaar heen. Het is tenslotte een cultuurdorp, hè? Ja. Denk hem. Van origine. Van origine wel. Maar merken jullie dat ook? Nou, niet echt. Verdient het die titel wel? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker omdat met de oorlog natuurlijk, daar gaat het museum over. Ja, dat heeft hier natuurlijk grotendeels plaatsgevonden. Er zijn nog wel heel wat kunstenaars onder ons hier en ook actief. Ja. Dat wel. Maar dat is een jaar, ja, dat doen ze één keer per jaar. Ja. En dat is natuurlijk wel wat weinig. En de enige cultuur die we hier hebben is eigenlijk het airborne gebeuren in september. Ja, dat klopt. We zitten natuurlijk in die visie, in die kaders zitten we nu nog. Dus die uitvoering is er nog niet gekomen. Mm-hmm. Ja, en dan zit je eigenlijk met een beperkt gedeelte van de inwoners en dat is de sector. De vraag is dan natuurlijk wat die culturele sector eigenlijk wil. Het belang van de kunstenaars is eigenlijk, denk ik, dat er atelierruimtes in de gemeente moeten zijn. En daarnaast zou er op een centraal punt een expositie, in ieder geval een expositieruimte moeten zijn. Mm-hmm. En van daaruit vanuit die expositieruimte zou je ook dingen kunnen gaan organiseren voor dat sociale domein. Zo'n broedplaats vol kunst en cultuur, dat ziet de gemeente ook wel zitten. En die ruimte is er nu ook, want er is 100.000 euro beschikbaar om de visie te kunnen waarmaken. Ja, nou dat is mooi. Ik ben benieuwd. Het geld is er en de plannen ook. En meedenken over die plannen, dat kan nog steeds. Kom 6 april naar het gemeentehuis. Daar bent u van harte welkom om mee te denken aan de uitvoeringsagenda. En dat houden we ieder jaar. We gaan hem ieder jaar presenteren, maar ook ieder jaar evalueren. Dus daar zijn ook inwoners zeker welkom. Laat het van de grond komen. Ja. Laat ze maar wat actiever worden. Dat lijkt me heel goed. Ja. Partij voor de kunsten. Ja, daar bent u van. De tegenpartij voor de kunst.